Amsterdam. Met de tram, bus, metro of trein reis je overal naartoe. Veel mensen gebruiken hiervoor de OV-chipkaart al. Heeft u nog nooit een OV-chipkaart gebruikt? Dan heeft u misschien wel posters over de nieuwe OV-chipkaart zien hangen in de bus, of de tram, of op stations. Een OV-chipkaart maakt reizen voortaan wel heel makkelijk. U heeft nooit meer verschillende kaarten nodig. Sterker nog, straks moet u in de regio Amsterdam de OV-chipkaart gebruiken. Want andere kaarten zijn dan niet meer geldig. Met de OV-chipkaart kunt u in de regio Amsterdam overal naartoe. Het is de bedoeling dat u binnenkort zelfs door heel Nederland kunt reizen met de OV-chipkaart. Maar waar koopt u eigenlijk een OV-chipkaart? En hoe kunt u er precies mee reizen? U kunt de OV-chipkaart bijvoorbeeld kopen bij de Albert Heijn of bij sommige supermarkten van C1000. Of bij een tabakzaak bij u in de buurt. Of bij het GVB-loket. In de bus en de tram kunt u alleen duurdere wegwerpchipkaartjes kopen. Er zijn ongeveer 300 oplaad- en ophaalpunten in de regio Amsterdam waar u terecht kunt. Al deze plekken staan in een handige folder en zijn gemakkelijk op te zoeken op de website www.gvb.nl. Zo, een OV-chipkaart maakt het wel heel makkelijk. U kunt verschillende OV-chipkaarten kopen. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal wegwerpchipkaarten. Prima om te gebruiken voor korte periodes. Bijvoorbeeld voor 24 uur of voor 48 uur. Op het wegwerpchipkaartje staat precies hoe lang het kaartje geldig is. In de bus en de tram kunt u alleen een wegwerpchipkaartje voor 1 uur en voor 24 uur kopen. In de nachtbus kunt u alleen een nachtbuskaartje kopen. Reist u vaak met het openbaar vervoer? Dan kunt u beter een OV-chipkaart kopen die langer geldig is. Een anonieme OV-chipkaart is bijvoorbeeld 4 tot 5 jaar geldig. Er staat geen naam op deze kaart. De kaart kan daarom door meerdere mensen worden gebruikt. Maar de anonieme OV-chipkaart kan niet tegelijkertijd door meerdere mensen worden gebruikt. Reist u met z'n tweeën? Dan hebben u en uw reisgenoot een eigen OV-chipkaart nodig. Naast de anonieme kaart is er ook de persoonlijke OV-chipkaart. Uw pasfoto en naam staan op de kaart. Deze kaart is 5 jaar geldig. Een persoonlijke OV-chipkaart heeft u bijvoorbeeld nodig als u een week, maand of jaarabonnement wilt kopen. Of als u tegen een goedkoper tarief wilt reizen, zoals bij kinderen tot 12 jaar of 65-plussers. De anonieme kaart en de persoonlijke kaart kosten €7,50. Koopt u een van deze twee kaarten, dan staat er nog geen saldo, geen geld op. U kunt er dan ook nog niet mee reizen. Uw OV-chipkaart is een soort digitale portemonnee. U moet eerst geld op uw OV-chipkaart zetten. Dit heet opladen. U kunt uw anonieme of persoonlijke OV-chipkaart opladen bij verkoop- en oplaadautomaten op metrostations en metrohaltes in de regio Amsterdam. Of bij de gele oplaadapparaten in tabakzaken of supermarkten. Volg bij het opladen goed de aanwijzingen op het scherm. Stop eerst uw OV-chipkaart in de gleuf. Maak daarna uw keuze door op een knop te drukken. Op het scherm staat opladen saldo, opladen reisproduct, mijn kaartgegevens, welke taal, stop. Maak een keuze door de knop ernaast in te drukken. U kiest voor opladen saldo. In het midden ziet u bij saldo 0,00 staan. Er staat dus nog geen geld op de OV-chipkaart. U kunt zelf kiezen hoeveel saldo u wilt opladen door op een van de knoppen te drukken. U kiest bijvoorbeeld €10. Hier ziet u totaal €10 staan. Als dit klopt, dan drukt u op de betalen knop. Betalen kan alleen met een pinpas. Volg nu de instructies op de betaalautomaat. Stop nu uw pinpas in de automaat en toets uw pincode in wanneer dat wordt gevraagd. Op het grote scherm staat nu betaling akkoord. U kunt nu uw pinpas uit de automaat halen. Daarna kunt u ook uw OV-chipkaart uit de automaat halen. Nu staat er dus €10 op de OV-chipkaart.
U kunt gaan reizen. Reist u met de bus of met de tram? Dan hangt er een kaartlezer bij de bestuurder en in de tram ook bij de conducteur. Hou uw kaart voor de kaartlezer. Hoort u een piepje of ziet u een groen lampje branden? Dan bent u ingecheckt. Als u uitstapt, moet u uitchecken. In de bus of de tram hangt de kaartlezer bij de uitgang. Hou uw kaart bij het uitstappen weer voor de kaartlezer. Hoort u weer een piepje of ziet u een groen lampje branden? Dan bent u uitgecheckt. Op het schermpje staat precies hoeveel de rit heeft gekost. De prijs wordt niet meer berekend aan de hand van het aantal zones. De prijs van de rit bestaat uit het aantal kilometers die gereisd zijn plus het basistarief. Op het scherm kunt u ook zien hoeveel saldo er nog op uw kaart staat. Bij het overstappen tussen bussen of trams moet u opnieuw in- en uitchecken. Stapt u weer ergens in binnen 35 minuten, dan weet het systeem dat u bent overgestapt. Bij het uitchecken wordt de prijs van uw totale reis uitgerekend. En omdat u bent overgestapt, betaalt u maar één keer het basistarief. Reist u met de metro, dan zit de kaartlezer aan de rechterkant van het ingangspoortje of op een paal. Check in waar u dit ziet. Als u overstapt bij de metro, hoeft u niet in en uit te checken. Bij reizen met de metro checkt u alleen uit aan het einde van de metroreis. Zo, nu weet u alles over de OV-chipkaart. Vergeet niet af en toe het saldo op uw kaart te checken. Dit kunt u doen bij een saldolezer of bij een oplaad- en ophaalpunt in een winkel. Dan weet u precies of er nog genoeg geld op uw OV-chipkaart staat of dat u uw kaart opnieuw moet opladen. Bij een oplaadpunt kunt u ook een abonnement opladen. Meer informatie over abonnementen vindt u op www.gvb.nl of bij een GVB-loket. Een persoonlijke OV-chipkaart kunt u trouwens ook automatisch opladen via uw bankrekening. Met uw OV-chipkaart kunt u reizen met de bus, de tram, de metro of de trein. Door de hele regio Amsterdam. En straks dus ook door heel Nederland. Heeft u nog vragen over de OV-chipkaart? Of over reizen met de OV-chipkaart? Dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Handig hè, zo'n OV-chipkaart.